Vandaag stop ik Lionel Messi terug in het WK, maar is hij 0 algemeen. Voor elke goal, assist en win die we pakken, krijgen we punten om Messi te upgraden. We moeten hem naar 99 algemeen proberen te krijgen voordat we in de finale komen, want anders is Ronaldo toch de beste ter wereld. En ik moet ervoor zorgen dat Ronaldo ongelijk heeft. En onze eerste groepswedstrijd is tegen Qatar. Oh, hij is zo langzaam. Het duurde niet lang voordat Messi met de kansen kwam. Nope. Oh, wat een redding. Maar al vroeg in de wedstrijd kwam Messi met deze magistrale voorzet. Messi, terugleggen. Messi, oh, wat een voorzet. Hij heeft 1 pasen. Voor deze video is elke goal 100 punten, elke assist 50 punten en elke win 100 punten die wij kunnen gebruiken om zijn statistieken te upgraden. Maar Messi laat zien dat ook al is hij 0 algemeen, hij alsnog magische goals kan maken. En daar gaat Messi. Messi! Messi, haal maar gewoon uit. Messi! Hij doet het! En na een aantal gemiste kansen en flinke valpartijen scoort Messi nog een goal. Messi! Messi! Ja, hij doet het! En geeft hij deze prachtige paas op Alvarez. Oh, de paas van Messi. Daar gaat Alvarez. En zo heeft hij in de eerste wedstrijd 2 goals en 2 assisten. En weet hij 300 punten binnen te halen. En deze 300 punten gaan we gebruiken om Messi te upgraden. En omdat Messi zo langzaam was, besloot ik om 200 punten in te zetten op zijn sprintsnelheid en versnellingen. En de andere 100 punten heb ik verdeeld onder het dribbelen en balbeheersing. En dit maakt hem al 29 algemeen. Maar de wedstrijden worden steeds moeilijker en moeilijker. Dus als we het WK willen winnen, dan moeten we Messi snel omhoog krijgen. En met die ruime overwinning op Qatar staan wij eerste in de groep. Op naar de volgende groepswedstrijd tegen Mexico. Ga maar Messi. Messi! Nope. We kregen kans na kans en toen werd zelfs Mexico gevaarlijk. Vega! De bal! En dan de rebound! Oh, Emi Martínez heeft hem. Schot! Oh, Martinez weer een redding. Maar dat houdt ons niet tegen, want Messi geeft deze briljante paas. Oh ja! Een assist van Messi. En daarna stuurt Alvarez Messi 1-op-1 naar Messi. Niet buitenspel, Messi. Kan hij zelf ook nog wat doen? De snelheid, Messi! Met 1 assist en 1 goal heeft Messi deze wedstrijd weer 150 punten verdiend. En met deze overwinning waren wij ook verzekerd van de knock-out fases. Maar moeten wij wel Polen verslaan om eerste te worden in de groep. Maar eerst moeten we onze upgrade punten gebruiken. Ik gooi 50 op finishen. Ik wil gewoon dat hij beter af kan maken. Maar ook 50 op stamina. Dan is hij misschien net iets sneller. Hij is nu zo traag. En 50 op shot power. En dat maakt Messi pas 34 algemeen. Maar als wij 99 algemeen willen halen in de finale, dan moet er iets veranderen. En daarom heb ik in deze wedstrijd een aantal challenges voor ons opgebouwd die wij kunnen vertooien om meer punten te kunnen verdienen. Als Messi man of the match wordt, krijgt hij 250 punten. Als Messi een hat-trick scoort, krijgt hij 250 punten. En als wij deze wedstrijd geen tegengoal krijgen, dan krijgen wij ook eens 100 punten extra. En dit allemaal moet gebeuren terwijl wij op het hoogste niveau spelen. Messi, 1-2'tje. Messi! Messi creëerde kans na kans, maar niks bleek voor hem te werken. Messi! Messi, open draaien, afmaken. Chesney zit overal tussen. Totdat er laat in de tweede helft ineens dit gebeurde. Alvarez, Messi! Ja! En met deze goal kreeg Messi niet alleen 100 punten voor het scoren, maar werd hij ook man of the match en hielden wij een leeg goal wat ons op een totaal van 300 punten brengt. En dat betekent dat wij eerste zijn geworden in onze groep. En dat betekent dat onze volgende wedstrijd tegen Australië is. Maar voordat we die wedstrijd ingaan, hebben wij nog 250 punten om Messi beter te maken. Ik besluit zijn finishing naar 100 te upgraden. En ook zijn dribbelen en zijn balcontrole. En ik upgrade zijn lenigheid en balans naar 50. En Messi is nu 55 algemeen. Di Maria, Messi! Oh. En na een assist. Gooi je bal erin. Oh, wat een goal! Prachtige voorzet van Lionel Messi. En Di Maria rond het af. En goal! Moet iets doen. 1-2'tje met een bal. Messi voor de 2-0. Gebeurde er dit. Net in de tweede helft. En er wordt erin neergelegd. Nee. Kom op, Martinez. Ik denk dat hij links gaat. Hij ging rechts. En zo staat het 2-1. Messi bleef het proberen. En op een gegeven moment was het raak. En zo. Stuurt Messi weg. Messi voor zijn tweede. En zo eindigde deze wedstrijd in een 3-1 overwinning met 2 goals en 1 assist van Lionel Messi. En dat betekent dat wij 350 punten hebben om uit te geven aan onze upgrade. En nadat ik zijn positionering, lenigheid, balans, shotpower en uithoudingsvermogen 99 heb gemaakt, is het tijd om het op te nemen tegen Louis van Gaal en zijn Nederland. Dat is another cook. En aangezien het in het echt naar penalties is gegaan, is het belangrijk dat Messi deze wedstrijd niet tot de verlenging laat komen om 100 extra bonuspunten te verdienen. Eigenlijk wil ik helemaal niet winnen van Nederland met Argentinië, maar ik heb denk ik geen keus. En dit is waarschijnlijk wel de beste waar we tot nu toe tegen gespeeld hebben. Ik ga hier echt zwaar in fout. Oh, Memphis, wat een goal. Alvarez, er is helemaal niemand. Er is echt helemaal niemand, maar hij doet het wel. Alvarez. Memphis, oh, ik zag hem al aankomen. Wat een bal zeg. Daar gaat Bergwijn. Bergwijn. Nope. Die balla. Messi. Hij doet het. 2-1 in de 80ste minuut via Lionel Messi. En zo eindigt de wedstrijd ook. En dan pakt Messi 200 punten omdat hij 1 goal en de winst pakt. En nog eens 100 punten extra omdat ze niet gaan verlengen. En ik besloot zijn punten te gebruiken op zijn longshots, zijn kracht en op zijn korte pasen. En nu is Messi 78 algemeen. Ik denk dat hij eigenlijk eindelijk bruikbaar is. En nu moet er heel iets geks gebeuren als wij willen zorgen dat hij in de finale 99 algemeen is. De volgende wedstrijd is namelijk tegen Kroatië. En in deze wedstrijd scoorde Messi 1 keer en Alvarez 2 keer. Wij moeten deze wedstrijd proberen 3-0 te winnen en 2 keer scoren met Alvarez en 1 keer met Messi om 500 punten extra te krijgen. Lukt ons dit niet, dan hebben wij de challenge niet gehaald. Blijf zeker kijken, want na dit potje is een gigantische upgrade. Messi draait open. Messi, daar is de 1-0 op 4 minuten in de wedstrijd al. Alvarez draait open. Alvarez, Alvarez, daar is ook zijn eerste. En dat betekent dat we nog maar 1 goal hoeven te scoren met Alvarez en we hebben onze challenge gehaald. Alvarez, daar is die, de 3-0. Challenge gehaald en nu gaan we gewoon zoveel mogelijk proberen te scoren met Messi. En Messi ging helemaal los. Messi, die nu ineens wat kan. Messi met een raar stuitje, maar hij zit wel via de verdediger. Oh, prachtige bal van Alvarez. Messi! Oeh, dit was een hele rare goal. Met 3 goals, 1 assist en een win. En dan nog eens de 500 punten van de challenge komen we uit op 1000 punten. En daarmee upgraden zijn visie, zijn penalties, zijn voorzetten, zijn volleys, zijn vrije trapnauwkeurigheid, zijn lange passes en zijn kopnauwkeurigheid. En met dat allemaal is Messi nu 99 algemeen. En is het tijd voor de finale tegen Frankrijk. Oké Messi, je bent nu 99, nu moet je het wel echt laten zien. En daar gaat hij al. Messi, doe het maar gewoon. Oh, wat een redding. En zo afleggen, Messi. Ja, 1-0. Dat was de makkelijkste goal van de video. De bal. 2-0. En ook al stonden we 2-0 voor, Frankrijk gaf zich niet gewonnen. Giroud. Mbappé. Maar het was niet genoeg. We winnen 2-0 in de finale. En daar is Messi en daar is de trofee. En die willen we de lucht in zien gaan. 3, 2, 1. Lionel Messi is de beste speler ter wereld. En ik denk dat Ronaldo niet heel blij is hiermee.